gaan eerst kringloop en daarna gaan we waarschijnlijk naar Volendam. Proost! Voelt wel goed, toch? Ja. Dus ik deed dit en toen ging heel die kast bijna mee. Wauw. Dit is pas een eyecatcher. Ja. Rattenplan again, maar in Wieringenwerf of zo? Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe verhuisvlog. Vandaag ga ik naar Amsterdam en daar ga ik naar mee toe. We gaan vandaag kringlopen, natuurlijk voor meubels, interieurdingetjes. En morgen gaan we naar een vintage sale daar. Volgens mij is het heel erg groot en verkopen ze alleen maar home spullen. Dus ik dacht, dit is echt het perfecte moment om te gaan. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik heb alles ready, tas ready, mondkapje ready, alles ready. En dit is even snel mijn outfit. Lekker vintage, hè? Leuk. I like it. Ik heb er zin in. Oké, ik neem jullie mee. Het is hem mee. Me. We zijn bij Amsterdam Sloterdijk. En we gaan naar de eerste kringloop. En dat is... Rattenplan. Het is Rattenplan en het zit bij de Isolatorweg. Ja. Op de hoek bij de metro. Ja. Dus daar gaan we heen. Zoals je misschien in de vorige verhuisvlog hebt gezien, heb ik nog een aantal dingen nodig. En dat is onder andere een spiegel. Ik wil zo'n hele... Hier, dit is die kring waar we een foto hadden gemaakt in de spiegel. Ik zal even die foto hier zetten. Dat is wel is grappig. Leuk. Ja. Oké, dus ik heb nog een grote spiegel, maar ik wil echt een grote, zeg maar 2 meter. 2 meter wil ik sowieso. En het liefst goud. En het liefst met zo'n boog. Weet je wel, zo'n boogspiegel. Maar het kan ook een vierkante. Maar dat die echt, het is echt een eyecatcher, weet je wel. En dan goud. Of hout is ook mooi. Dat wilde ik dus eerst. Mm-hmm. Alleen ik heb al best veel hout in mijn huis. Ja. Dus daarom wil ik voor goud gaan. En ik heb nog een... Wat heb ik nou nog nodig? Weet niet. Maar als je eentje vindt in een andere kleur, kunnen we ook altijd nog goud maken. Dat is waar. Dat is waar. En meestal als je naar een kringloop gaat met een missie, ga je het niet vinden. Nee. Dus maar ik doe wel spiegel. Hebben gezegd. Precies. Ja. We gaan eerst kringloop en daarna gaan we waarschijnlijk naar Volendam, waar ik nog nooit ben geweest. Oh my god. En ze wil een haring drinken. Wil je niet te explain, want dit is echt stom. Ja. Ralf was gewoon enthousiast van, oh my god, Volendam, leuk, nooit geweest. En ik wil wel een haring eten, wilde ze zeggen. En toen zei ze per ongeluk drinken. Bye. Ik wil nog snel even bij de wijnglazen kijken, want ik heb er geen meer. Because I broke everything. Even kijken. Ik vind deze altijd wel mooi, van die grote. Maar er zijn er maar 2 van. Dit gewoon. Deze mooi. Ik vind die heel mooi. Ja, maar 2. Ik denk dat ik deze ga nemen, want I like them. Kunnen we even testen? Nou, proost. Cheers, hè. Nou, jou? Voelt wel goed, toch? Ja. Toch? Ik heb echt een déjà vu van Amsterdam. Begon ik ook met glazen. Klopt, ik heb goed. Ik heb die ook nog, hè. Maar ik vind deze wel nice voor grotere, weet je, voor als je meer wijn wil. Ja, je kent wel die dagen wel. Nee. Hey, groot glas. Ja, ik heb het gezien. Oh, en ovenschalen zoek ik. Oh, dat doet ook wel wat. Ja. Leuke schaal. Dit is de kringloop trouwens. Echt heel groot. En daarboven is dus kleding. Ik vind net deze. En ik vroeg aan hem mee wat nou handiger is. Oeh, mannen. En je hebt ook nog... Oh, je hebt ook nog ronde. Want wat doe je daarin? Kan ook van alles in. Maar je, hier... Ja, ik weet niet. Ik zou hier bijvoorbeeld misschien iets in laten doorgaren. Ja, precies. Maar hier maak je echt lasagnes in. Ja. Enchiladas. Maar ik vind hem... Doe niet op. Beetje smoezelig of zo. Beetje smoezie, ja. Oh, deze! Oh, die! Deze is wel ook echt gewoon... Gewoon, dit is voor 1 persoon. Ja. Ja. Maar... Plakt er helemaal aan vast. Plakt helemaal. Eeuw. 75 cent. Nou, dit krijg je sowieso schoon. Ja. Maar wel heel vies. Oké, okay, we dus weer een ander show maken. En weer een ander show maken. Ja, even kijken. Deze vind ik wel heel mooi. Ik moet ook deze. Oh my god. Oh ja. Oh, je hand is cute. Oh. Ja. Wat doe je hierin? Oh my god. Eitje, tomaatje. Pruttings. Wel cute. Als ik een keer
bij mezelf lasagne wil maken. Maar is het wel diep genoeg voor lasagne? Ja, tuurlijk. Ja? Helemaal als je het één persoon doet, dan is het juist altijd wat breder opgesteld. Je kan er hoogte in gaan of opzij. Oh ja. Nou, deze gaat mee. Ook al is het een beetje vies. Ah. Het is niet smoothie. Oeh, heel nice. Wel groot, toch? Ja, zo 4 euro. Ja, nee, dus misschien wel toch te groot. Misschien. Ja. Maar hij is wel mooi. Ja, dat wel. Ze hebben altijd bij Rattenplan sowieso mooie spullen, vind ik. Oeh, wat leuk. Kijk, deze leuk. Ja. Jullie hebben een bord dan op. Maar je wilt het maar 2 zijn. Hoezo? Hoe vaak heb je nou altijd... Nou, misschien. Oh, deze zijn wel heel cute, hè? Ik vind ze heel leuk. Heel leuk, ja. Maar ik vind ze een beetje kleurverschil hebben. Ja, oh, misschien is dat het. Oh, ja. Weet je... We're gonna find it. Wat is dit? Huh? Voor je bestek. Oh ja, leuk. Ja, het zit er al in bij mij. Oh, wel leuk. Hier heb je ook stoelen. Nou, ik heb natuurlijk mijn stoelen al gevonden. Oeh. Jammer dat die kapot is. Dus ik kan het wel plakken. Ik zoek nog steeds een lampenkap. Hij is ook vies. Deze spiegel is zo vintage. Je ziet het niet, maar hij is geel. I love it. Ik moet echt nog nadenken hoe ik mijn, in welke kleur ik mijn stoelen ga doen. Wat? Oh, dit is apart. Wow. Ja, ik zag ze net ook wel. Heel apart. Ik vind dit bed wel heel mooi. Echt heel mooi. Ook die afwerking. Alleen, hij is 170. Maar er kan dus niks onder. Dus je kan niet eens een opbergdoos hieronder doen. Maar hij is wel echt mooi, vind ik. Vind je ook niet? En verder, 1 persoons. Nou. Oh, nee. Dit is het magazijn. Of we jatten gewoon zo'n blouse. Ja. En we gaan. En dan zeggen we gewoon op de bonnefoy. Hé, man. En meen, ik wil nog een keer vragen of we daar... naar binnen kunnen. En een nachtkastje heb ik ook nog nodig. Zie je, nu kom ik toch op allerlei dingen die ik nog nodig heb. Wat grappig, die in glas. Gek toch? Nee. Maar het lijkt dat het kapot is, ja, maar dat is niet. Ja. Of misschien wel. Cute. Dit is wel mooi. Ik vind. Wel mooi, ja. We zijn bij de spiegel. Oeh, deze is vet. Deze is mooi. Achter. Wat maar zeggen. Ja, wel mooi, maar het is hij te is klein. Facet geslepen. Ja. Nou ja, dit bedoel ik dus. Kijk, zo is hij oké, maar je kan jezelf niet helemaal erin zien. Dat vind ik gewoon heel erg jammer. Maar het is wel heel mooi. Wat gaaf deze, hoor. Ja, heel cool. Die wordt dan op zo'n kaptafel. Ja. Want ik zit ook te denken, want als ik een dressoire heb in mijn bed. Oh, dat die erop. Hoor je mij? In mijn bed. Slaapkamer. En dan deze erop. En dan deze erop. Oei, oh my god, het is echt niet normaal zwaar. Oh jeetje, ja. Wat? 24 euro. Oh, wat gaaf deze, hoor. Eerlijk en eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Deze. Ik heb dus een witte. Oh, die is leuk, zeg. 3,50. Wil je hem? Cute, ja. Prachtig. Ja, hij is echt heel leuk, hoor. Wil jij hem niet? Nee, hoor. Maar weet je, die is echt een beetje van de Zara Home stijl. Ja. Oh, die was zo. Oh, bijna de spiegel kapot. Deze is van East Point. Ken ik niet. Op een dressoir. Hij heeft een beetje beige roze-achtig. Ja, dat vind ik dus mooi. Maar als je een wit dressoir hebt. Want het wordt waarschijnlijk wit. Ik denk dat als je wit hebt, dan steekt hij een beetje af. Zo'n kleur kan gaan. Als je een wit dressoir. Ik zou dan een beetje dit. Beetje zo'n kleur, hè? Ja. Of juist voor dit. Donker. Wacht, ik ga je een Pinterest dingetje laten zien. Ja. Want ik vind de vorm wel echt super mooi. Mm-hmm. Wacht, ik ga iets laten zien. Ik denk dat je dat ook mooi vindt. Oh ja, heel dan, mooi. Kijk, dit is ook een beetje zo'n spiegel. Ja. Zo'n ding. Ja. Ik vind het heel mooi. Heel mooi. Ja, deze is dan misschien net te groot ook. Want het wordt wel, zeg maar, kijk, het worden zo van 2 commodes aan elkaar met zo'n plaat erop. Wat ik gezien bij Ikea. Mm-hmm. Dus van die laden, zeg maar, want je moet gewoon veel in kunnen. En wel wit. Wit, ja. Oké. Thanks, Em. En jij wilt hem niet, hè? Nee, nee. For sure. Oké. Ik vind hem leuk bij jou. Ja, wel leuk, maar het is nog niet helemaal, hè? Deze is ook wel mooi. Mooi, hè, ook. En deze. Ja. Andere kantje. Pretty.
Het zijn druiven met gezichtjes trouwens. Even random. Wat is dit? Oh my god, die is voor je gang. Oh my god. En dan moet je sleutels in doen. Oh echt? Wow. Als je wil, hè. Oh, wat mooi is deze. Wauw. Deze, weet je waar deze aan denken, waar deze kan kopen? Bij Made. Made. Ik dacht echt gelijk aan Made. Is die niet van Made? Denk het niet, maar. Nee. En hij is 6,50. Ik mag niet boren. Kan niet aan zo'n, want je hebt van die hangers. Teva. Met voor 10 kilo. Teva, ja. Hangt dat? Nou ja, je hebt er twee nodig. En ik had het op YouTube erover gehad, op mijn kanaal. En heel veel mensen hebben gezegd, dat viel bij mij naar beneden. Mm. En als deze valt, dan ben je stuk. Ja, dat is echt. Maar kan deze niet op het dressoir dan? Nou, hij kan op je dressoir. Maar het is wel bedoeld voor in de gang, hè? Ja, maar kijk, als deze op je dressoir zit, dan denk ik een beetje een klein. Ja, hij is echt meer bedoeld voor een beetje gek. Ja, weet ik. Maar pas, oh, denk je dat dat niet houdt? Maar hoe zwaar is het ongeveer? Wel 10 kilo? Nee, schat. 5? Nee. 3? Nee. Hoeveel dan? 2, denk ik. Oh, maar als je dan een 10 kilo dingen hebt. Ja, 2, hè? Ja. Ja, ik kan het erop wagen natuurlijk, hè. En als ik pas gaat kapot, ja. Maar ja, balen wel. Oh, hij is zo mooi. Hij is prachtig. I can make it work. Eva, ophang systeem. Oh, Tessa, hi. Oh, Tessa is het. Oh ja, hier. En hoeveel kan die dan dragen? Even meezoeken. Waar is ze nou? Oh, ze is daar. Ze is op zoek naar een weegschaal. Oh nee. Heb je gevonden? Nee. Maar ik heb deze gevonden, maar dit is Tessa klevend schroef voor baksteen en steen. 2 keer 10 kilo. Maar... Ja, maar schroef. Oh. Ik kan die van 10 kilo niet vinden. We gaan het gewoon nog wagen, want die spiegel is echt, echt, echt te mooi. Instant gewoon in love. En als je dat hebt, moet je het gewoon altijd nemen. En we dachten eraan om eventjes hier te wachten. En als er iemand komt om te vragen of er niet nog een grote spiegel achter zit. Ik wil niet bij de kleding kijken. Maar ik zag deze en ik dacht eigenlijk gelijk aan mijn moeder. En ik dacht aan jou. Nee, ik dacht aan mij. En ik denk dat die ook misschien iets te krap is voor mijn moeder. Maar ik ga hem toch nog even passen. Ook al weet ik dat ik het niet nodig heb. Maar doe ik ook, ja. Soms moet je zelf ook gewoon plezier doen. Wat ik al de hele tijd doe. Ik weet, dit zou mij denk ik niet, hoor. Deze gaat het? Mm-hmm. Hij klopt wel. Wel heel mooi. Maar ja, ik vind het op deze boek vind ik niet zo. Ik vind het heel cool. Ja? Ik ben leer echt niet meer gewend. Ik vind hem open, vond ik hem ook leuk. Ja, ik ook. Yeah. Nee, I'm not in love. I'm not in love. Beter maar het toch? Staat wel mooi. Ja, wel beter voor mijn... Portemonnee. Nou, niet per se, maar beter voor mijn... Alles. Everything. Dat hoef ik niet in te pakken. Oh, hij is wel mooi. Ja, ik ga niks meer zeggen. Nee. Oké. Okay. I can't breathe on the first. Ja, oké. Okay. Nee, ik ga niks zeggen. Nee. Nou, als je nog eens kader zoekt, is dit de plek. Het is gewoon nog helemaal ingepakt. Jongens, kijk hoe mooi. Zo oh, even bij ja, hoe dit ging. Ik snapte dus niet dat dit een drugsysteem is, dus ik deed dit. En toen ging heel die kast bijna mee, maar dat hebben we niet meer gekregen. Gelukkig, want het was awkward. Maar ging goed. Kijk! Maar ja, dus ik zei, kan dit los? Ik weet niet, ik denk het wel. We dachten dus aan, als je een kledingrek hier maakt eigenlijk. Maar we weten dus niet echt of het kan, want het is niet heel breed. Dus dat is gewoon jammer. Maar wel normale hangers zullen niet passen, denk ik. Wel kut, hè? Het kan wel, wat je zegt, maar het is zo niet ideaal. Nee, het is niet ideaal, maar ik vind hem zo mooi. Kijk, ja, hij is vet. Wacht, die is. En hij staat natuurlijk op een dingetje. Ja. Ja, ik vind en hem was... zo mooi. Ja, 64. Ja. Ik weet niet hoe je dit maakt. Nee, wat klopt. Wat is dit dan? Zit er een haakje? Ja. En zit dat ook daar? Nee. Oh, weet ik niet. Nou, is wel heel mooi. Woe, heel leuk. We gaan naar Volendam. Ik ben nog nooit in
Volendam geweest. Ik vind dat wel leuk op zich. Ik heb geen idee hoe ze eruit zien. Ja, maar die Volendam in Noppes. De Noppes in Volendam. En ik doorpraat, hè? Nou, jongens. Wat is er? Ik stap uit. En toen hoor ik jou zeggen, nu kom ik. Ik heb ook kut, we moeten weer zitten. Voor jouw video. En nu zie ik jou uit. We zijn arriveerd bij Noppes. Ik vind Noppes altijd super leuk. Ik was laatst in Gouda geweest. Het linkje daarvan kun je in de beschrijving vinden. Dus ja, we gaan lekker naar binnen. Oh, wat is dat voor stoel daar? Oeh. Nou, we zijn in ieder geval. Ik zie al een paar mooie dingen. Ja, deze stoel. En mee. Ze zijn heel mooi. Heel mooi. Voor in de woonkamer. Voor naast je bank. Gewoon eentje. Ja? Ja. Heel mooi. Prachtig. Wel heel cool. Ja, ik vind hem ook echt heel leuk. Om die achterkant vind ik ook leuk. Ja. Ik zie net deze prachtige stoel. Nee. Hij is maar €30. Ja, hij is echt prachtig. Maar ja, ook weer veel hout en ik twijfel een beetje daarover. Dus, hè? Maar hij is wel... Dit is pas een eyecatcher. Ja, en dan helemaal gloedje. Helemaal nieuw, hè? Er zit letterlijk niks verkeerds aan. Er is niks kapot. Ja, misschien hier... Nee, ook niet. Je bent aan het zoeken nu. Er moet iets kapot zijn. Heel mooi. Maar goed, weet je. En we zien hier dus weer een soortgelijke spiegel. Die we bij Rattenplan zagen. En deze is maar €5. Heel mooi. Oh, is dit hier nog een kapstoel toevallig? Nee? Oh, maar dit is pas cool in je huis. Ja. Even eerlijk. Maar weet je wat cool is? Stel, hij zou het niet meer doen. Mm-hmm. Dat je ervoor zorgt dat je er iets in kan doen of zo. Dat je toch nog iets maar van... Maar zou die het doen? Weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik zou dit echt in mijn huis willen. Ja, heel mooi. Mee en ik waren hier tussen aan het kijken. En toen vonden we deze... Heel leuk qua kleur. Ik weet alleen niet of die het doet. Dat zouden we even moeten testen. Ja, kunnen we even testen. Maar ook hier deze vergelijkbaar is €3. Oké, ja. Dat zal die ook niet zo duur zijn. Nee, denk ik niet. €1,50. Oh, top. Heel cute. Maar dit vind ik een beetje vies. Echt zo retro deze. En dit is dus van de HEMA. Maar dit is volgens mij echt een oude ding. Kijk, hij draait. Ja, maar dat is dus het automatische. Dus als ja, als je dus zo doet, super chill. Want ik heb zeg maar zo'n glazen ding. Dan moet je hem zelf helemaal met moeite. Het is echt een luxe probleem, hè, dit. Ja, maar ja. Dat is maar wel heel leuk. Kijk, wel versus het is een luxe probleem. Als je hem nieuw gaat kopen, dan is het misschien meer. Maar misschien... Hier maar hoeveel kost het nieuw? €30 of zo? Ja, dat zou ik je niet kunnen vertellen. Ik heb geen idee. Ik hoop het niet. Maar kijk, deze is ook wel grappig. Maar dan niet met dit. Maar ik heb gewoon gelezen. Dan heb je een soort set. Maar ik ga even vragen wat het is en of hij het nog doet. Het is echt een soort van loods hier. Wat ik wel heel erg nice vind. Best wel ruim. En heel veel lampen. Wat check dit allemaal. Veel, hè? Zo, heel veel lampen. Kan je zeker wel wat vinden. Ah, oh, wel cute, toch? Ja, het bolletje is zo leuk. Ja. I like. Mooi deze. We hebben hier wel een hele mooie kast. Check deze kast gewoon. Wauw. Deze spiegel vind ik ook wel heel leuk. Ja, dit is echt zo'n ouderwetse tv-kast. Ja. Oh ja. Dit is ook heel mooi. Prachtig is deze. Ik vind deze spiegel heel grappig. Heel leuk. Heel leuk. En deze kast vind ik ook echt prachtig. Dus deze lamp. Die ga ik voor mama halen. Kijk hoe mooi. €2,50 maar. Echt prachtig. Dus die heb ik even meegenomen. Hier is trouwens heel veel kleding. En daarachter is nog home. En hier deze spiegel. Super mooi. Maar dat is niet rechts aan. Kijk. Heel mooi. Hij is €25. Oeh, zo. Jeetje. Wel heel druk. Hier dit. Ja, bovenblad vind ik niet. Nee, blad vind ik inderdaad niet. En hier heb je meer de deco spulletjes, de home spulletjes. Er is wel heel steen in de kringloop. Nee toch, wat is dat? Ja, misschien wel. Die is mooi hoor. Ja, vastje. Cute. Nee, hij is wel mooi.
Ik durf niet zo goed nog deco te kopen. Het moet echt gewoon als ik er ben. Dat was wel leuk. Ik had een berichtje gekregen van een meisje die een shop had. En zij maakte van die handschilderingen op de vazen, op de potten. Dat was van die gezichten, weet je wel, van die half zo. Oh ja. Dat zo mooi. Abstracte dingen of zo. Ja, ik vond het prachtig. I love it. En ik vond deze leuk. Mooi. Leuk hè? Heel mooi. Dus ze gaat een pot voor me zoeken en dan stuurt ze het op. Echt? Zo lief. Ja, kijk, ze hebben ook kussens. En ik vond deze ook heel leuk. Wacht, deze. Ja. Cool toch? Nou ja, dat dus. I like it a lot. Wij gaan zo'n soort bakje die ik heb. Oh, mooi is die. I like it. Je kan nooit genoeg bakjes hebben. Ik vind deze mooi. Er zit een zon in. Jammer dat het blauw is. Als het nou bruin was, oh, was ik echt verkocht. Leuk. Voor je breakfast. Ja, zo cute hè. Lijkt het, ik voel echt die Korean vibes, weet je wel. Broodje. Echt, hoe grappig is dit? Ik zou het nooit kopen, maar wel grappig. Ik vond deze wel erg mooi. Maar ook weer niet. Maar hij is nice. Maar iets stoort me en ik weet niet wat. Maar het is dus een vaas. En ik dacht, het is wel heel cool als je daar van die pluimen in doet. Zo, en mee is ook lekker bezig. Ik had die helemaal niet gezien nog. Heel nice. Heel nice. Maar ja, dit dus. Ik laat het nog maar even staan. Hoeveel is hier? Oh, er zit ook geen prijs op. Nou, weet je. It's a sign. Mooie lijstjes. Ik zoek eigenlijk nog een goud dienblad. Maar die heb ik nog niet voorbij zien komen. Mooi. Misschien denk je wat is hier gaande. Er zit een beestje in en ik ga hem niet eruit. Kijk, joh. Vind ik een beetje vies. Maar hij is wel heel mooi. Kijk. Echt prachtig. En hij kan ook op de pan. Of op de plaat. Ook in de oven. 2 euro. Nou, en mede heldin heeft een beestje eruit gekregen, hè? Dus thank you. Ik zie net deze. Heel leuk. Het is jammer dat hier een tekst op staat. Wel heel chic of zo. En kijk, er zit hier ook een grotere. Die is ook heel nice, maar wel gelijk heel groot, zeg maar. Maar zo 3 vind ik eigenlijk wel heel netjes zo. Wel chic. Dus misschien neem ik die wel. Alleen er staat geen prijs op. Ja, het zal echt niet duur zijn. Ik heb even mijn colbert gedaan aan bloedhitten. Ik had deze dus al in mijn mandje gedaan. Ik vond het heel leuk dat er zo 3 zijn, weet je wel. Maar toen zag ik deze. Kijk, kan je 2 flessen wijn in doen. Ik vind het echt wel heel cool. En misschien is deze wel iets specialer dan deze. En wat me stoort is dat er die naam op staat met 2 kipjes. Dat vind ik gewoon minder. Dit vind ik wel heel cool. Oh. Deze 80 cent. Weet je? En mee vond net deze. Echt super mooi. En hier kan je dan bijvoorbeeld een mooie kaars op doen. Gewoon pretty. 1 euro. Heel mooi. Hij is wel een beetje roestig. Je armen. En mee. Ik zou het er niet op varen. Twijfel toch, want dit is weer een soort van industrieel. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want het is wel in het zicht. Als het nou van bamboe was, was het misschien beter. Maar ik vind het wel een heel cool idee. Ja, met dat goud vind ik ook leuk. Ja. Maar snap je wat ik bedoel? Ja, dan past die Dan past deze beter. Maar die Ernest zit met dwars. Ik ga er af. Ernest en Julio Gallo. I swear to you. Vanavond nog. Echt? Ja. Hoeft maar aan 1 kant, hè? Ja. En we moeten nog mijn sinaasappelpersen nog even testen. Oh ja, waar is... Stop hier. Stop. Hup. Hup. Zo. Schroep, hè? Kijk uit dat niet de stroom eruit gaat. Ah, hij doet het wel. Wat goed. Doe het nog 1 keer. Het doet zeer. Doet zeer. Ja. Als je komt, dan zet ik gewoon verse jus voor jou, hè? Lekker. Via de appie. Ik zet vers. Dan kan de sinaasappelen vanavond. Kruidboer. Ja, dom eigenlijk. Ik kan net zo'n verse jus kopen. Nee, maar het is wel goedkoper, hè? Want de sinaasappelen.
mag hem niet eens meer. Klaar. Nee, af. Nee, ik wil hem. Nee, maar het is goedkoper, hè. Om verse jus te maken zelf, van sinaasappels. Ja, en het is goed dat je deze hebt gered uit de kringloop. Ja, maar nu denk ik echt, denk, ja, kan ik gewoon verse jus doen. Maar dan moet je steeds, snap ik even, nee, dit is het. Ja, maar je sinaasappelen kan je langer laten liggen, dat ook. Sinaasappelen kun je langer laten liggen dan één zo'n flesje sinaasappelsap. Dus weet je, het allemaal reden om te kopen. Ik vind hem echt superleuk, retro, weet je. Ik zit echt goed ook. Nou, Emma en ik zijn weer heel erg geslaagd. We zijn bij de derde kringloop. Ik zal alle gegevens hieronder trouwens in de beschrijving zetten. Maar we zijn bij Rattenplan again, maar in... Wieringenwerf of zo? Wieringenwerf. Ja, het is echt heel ver, maar... Het is echt ver. En, nee, en in het platteland. Tada! Goeiedag Romanen! Welkom hier in Noord-Holland! Ik kon het niet, maar hi! Oké, we gaan. Ik zal straks wel even laten zien wat ik heb gekocht. Dus dan gaan we lekker naar huis. We zijn er. Ik zie echt prachtige stoelen. Echt super mooi. Zeg maar 12,50. Goed. Is ze weer al met zo'n lampie. Ik probeer deze eens vast te pakken. Oh, wat de hel. Wat de hel. Maar hij is wel heel mooi. Ja, het is helemaal marmer. En ik zie daar iets. Zie jij dat kastje daar ook? Heel leuk. Jammer dat er geen twee zijn. Het is een wasman, dat dacht ik al. Maar ik wil er twee. Oeh. Oh my god, ik wil deze. Deze is zo mooi. Wat vind je van deze? Hij is al 5,50. Apothekers zijn altijd duur. Ja? Ja. Oh. Dit neem ik mee. Ja, sorry, dit is gewoon helemaal mijn vibe. Mee, je hebt echt een parel gevonden. Ik weet niet of je hem meegekregen, maar kijk dit. De parel. Ja, deze is echt heel mooi. Prachtig. Kijk. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is dus marmer. Het is marmer. En zo ze had het vandaag nog over marmeren tafel. Wat was het naam ook weer? Tavertin. Tavertin. Het plan is echt een van mijn favoriete ketens van kringlopen. Ja, heel leuk. Ik heb mijn mandje weer gevonden. Ze verkopen ook van dit soort dingen voor onder je stoelpoot en zo. 75 cent, neem het ook even mee. Ik zie net deze prachtige, prachtige plantenpotten. En ik heb nog nooit zo'n vorm gezien. Dus ik denk dat ik die donkere ga nemen, want het past echt helemaal in mijn slaapkamer. Zo mooi. Echt prachtig. 8,50. Ik weet niet of ik er twee moet nemen of één. Ik denk dat ik sowieso deze ga nemen. Ja. Hup. Oh, deze kleur had ik ook kunnen nemen. Ja. Mooie kleur. Hè? Oh, trouwen. Ik had het in een vlog nog over dat ik tussen deze, de vorige verhuisvlog, had ik, nee dat is niet waar, ik heb het, in verhuisvlog 1 had ik het erover dat ik deze kleur, aan twijfel tussen deze kleur of mijn kleur, zou ik heb gekozen. En dit is dus de bank waar ik het over had, die van Amee. Prachtig. Gewoon prachtig. Maar jij hebt een meer cozy bank gekozen. Ik heb echt een warme bank gekozen. Nee, maar ik bedoel ook echt, deze is heel stijf en ik kan hierop zitten. Weet je wel, voor je rug. Ja, met elke bank die ja, een beetje... Ja, die kussen zijn wat... Ik kan zeg maar hier uren op zitten. Maar dat is top. Onderuit zo'n bank kan ik niet. Nee, maar op zich, hij is wel dezelfde onderding. Maar, ja. Maar de kussens zijn inderdaad anders. Ja. Maar hij is lekker. We love Sofa Company. Helaas wel. Ja, maar echt. Maar jij hebt niet een hokker, hè? Of zat hier geen hokker bij? Nee, niet. Nee. Zo'n boefje zat er zeker bij. Zo'n ronde altijd. Niet naar mij gekeken. Oh. Weet je wat ook leuk is? Een shoplorrie van wat ik heb gekocht. Je moet er echt zien hoe deze bank eruit ziet. Lijkt de hele bank zit vol. En daar staan alle spullen in mee. Als je dat wil zien, ik zal haar kanaal even hieronder zetten. Moet je maar even kijken wat zij heeft gekocht. Dit is mijn sinaasappelpers. We hadden hem dus getest. En ik weet niet of je nog het beeld herkende van helemaal aangekoekt. Ik ben zo clean. Ik ben zo blij mee. Oh mijn god. Ik ben er echt blij mee. Ja. Like, oh my god. I'm so excited. Dus nu ga ik verse orange juice maken. En ik vind hem heel leuk. Want hij is echt zo'n retro kleurtje. Dus deze, uiteindelijk was deze 2,50. Ja. Ja, deze uiteindelijk was 2,50. Ik weet ook niet hoeveel het zeg maar normaal kost. Echt geen idee. Het zal iets van 20 euro of zo, denk ik, zijn. Mijn eerste aankoop was deze supermooie wijnglazen.
zijn echt mooi. Ze zijn echt mooi, hè? Ja, I love it. Ze zijn gewoon heel goed. Ze zijn gewoon perfect. Gewoon perfect formaat. En wel, ik hou wel van dat ze wat groter zijn. Dus dat vind ik wel heel chill. Ik weet er niet meer hoeveel deze waren. Volgens mij 50 cent. Ik vind het wel jammer dat er geen 4 waren. Maar op zich, ja. Dat is genoeg. 2 is genoeg. So cute. Echt heel leuk. En nu weet ik dus niet. Misschien weten jullie dat wel. Ik heb een inductieplaat om te koken. Nou, geen idee. Want ik had normaal gewoon zo'n elektrische... Zo'n gasplaat had ik. En geen idee of dit er dus op past. Ik zou het persoonlijk gewoon in de oven doen. Want I'm scared. Maar als jullie het weten of dit op zo'n inductieplaat past. Let me know. Ik heb hier een tolk zitten. Een biemer. Deze was 2,50. Deze had ik meegevonden. Look at that. Look at that. Van een foto van ons in. Ja, had ik gezegd tegen mij. En hij is van East Point. Ik weet niet zo goed of dat misschien een merk is of zo. Hij was al 3,50. Op zich is dat best wel duur voor een fotolijst van Kringloop. Maar hij is ook wel echt super mooi. En hij is ook niet echt, hij is zeg maar niet beschadigd of zo. Zo mooi. Mm-hmm. Oh. Nou, die. Deze had ik al aan jullie laten zien. Die heb ik ook uiteindelijk nog genomen. Die was 1 euro. Ik denk dat jullie dit ook wel als je langer mijn video's kijkt. Ik ben echt obsessed met dit soort bakjes. En deze was maar 1,50. En weet je, je kan gewoon niet genoeg bakjes hebben. Dat is het gewoon het leven. Vandaar. En ik wil ook alles. In mijn keuken wil ik alles, zeg maar dit. En dan met die antieke vintage borden, die bruine. En dat is echt zo perfecte combi. En deze vond Emme ook. En dat vond ik zo leuk. Kijk. Het is een wierookhouder. En er zit een boeddhaatje op. Maar hij is gewoon heel cute. Het is wel jammer dat 2 sterretjes zijn half, maar dat zie je niet. Ik vind hem zo mooi. Die was 95 cent. Zo blij mee. Zo'n apothekerspot. 5,50 euro. Ik vond de vorm heel erg mooi. En het is zo klein zo. Zo cute. Ik weet nog niet wat ik hierin ga doen. Misschien van het pampasgas. Of misschien zo graan. Of niks. Dat is misschien ook wel leuk. En mee rent. En mee heeft graan. En mee heeft pampasgas. Ja, die pampasgas die ik heb is een beetje te groot. Ja, hè? En dan gaat het een beetje, dan ga je onder de pluimen zitten, denk ik. Oeh, van minder. Oh. Voor de look feel. Even de look feel. Oh, maar dit is toch vet leuk? Ja, leuk. Oh. Zou ik het er iets langer iets houden? Iets langer, hè? Ja. Dan ja. Valt het mooi, hè? Ja. Maar echt, de vibe. De vibe is er. I love it. Ik zou het ook gewoon in een badkamer of zo doen. Ook echt heel mooi. Ja. Kijk, wat het is met dit, hè. Het kan zo zijn dat het glas zo die kleur is, maar het kan ook zijn dat ze het gekleurd hebben. Oh, echt? Dus dan gaat het de kleur weg. Oh. Ja, want ik had een keer eentje in het grijs gekocht en ik had hem schoongemaakt en toen werd hij wit. Oh ja, dat zei je trouwens gisteren. Ja. Nee! Want kijk, ik weet niet of jullie dit zien, hij is wel echt heel scherp, maar kijk, van die soort puntjes erop. Dus ik denk dat ik dat best wel... Gaat het iets loskomen of nou, niet de echt. Kleur? Nee, dat niet. Maar hij gaat er ook sowieso niet af. Uiteindelijk heb ik nog deze beauty gekocht. En ik was eigenlijk gelijk soort van onder de indruk van de vorm. Ik heb nog nooit eerder zo'n soort vorm gezien. Waarschijnlijk is het helemaal niet zo bijzonder. Maar ik vond hem echt super mooi. En ik heb een voor wat donkerdere kleuren combo zeg maar gekozen. Want er was ook nog echt een lichte. Maar ik vond deze wel echt heel nice. En het past ook gewoon overal bij. Vet pretty. En ik wil heel graag zo'n Monstera plant hierin doen. We hadden het een beetje getest met de Monstera plant. Het was echt super mooi. En ik weet niet of jullie nog herinneren. Maar ik was aan het twijfelen over dat wijnding. En ik heb uiteindelijk dus nog deze gekocht. En ja, echt super leuk. Ik vind het ook gewoon heel erg chic dat er 3 zijn. Ik vond dit dus lelijk. En mee kwam gisteren terug. Tada! It's amazing. It's gone. Dit is gewoon weggeschuurd. Dus, en deze op zich ga ik gewoon zo laten en dan zo zetten. 75 cent, zei die man. Had geen prijs inderdaad. Nou, 75 cent. Geen geld. Hartstikke leuk. Ik had ook nog dit gekocht. Dit is voor onder je bank, onder je tafel. Dat er gewoon geen krassen op de vloer komen. Heel handig. En daar, bij de laatste kringloop, hadden ze dus echt een hele wand vol met dit soort dingen. En tape en... Een plakband en allemaal soort nieuwe spullen, zeg maar. En ook spijkers en schroefdraaiers en zo. Dus mocht je daar interesse in hebben, het is vet goedkoop. Dus ga vooral daar dan heen.
Uiteindelijk heb ik ook nog deze lamp gekocht voor mijn moeder. Jeetje, wat is die mooi trouwens. Ik moet hem niet zo houden. Ga ik niet doen. Ja, super mooi. Mijn moeder is een beetje haar interieur aan het veranderen naar wat meer groene items en zo. Dus deze was echt perfect en ook echt nog super mooi. Deze was 2,50. En dan het laatste. Het meest geweldige item ever. Ik denk wel echt een van mijn beste kringloopvondsten. Oh, je ziet hem mee trouwens. Is het heel erg, man? Hè? Dit was wel lief. Zie je ook het glas wijn van gisteren? Maar dat zie ik ook. En bedrum me vast dat ik komt op. Ja, ga maar door. Ja, ga door. Toen wij deze spiegel zagen, dachten we allebei made.com. En dit is ook echt gewoon wel leuk voor als je bijvoorbeeld je sleutels kwijt bent, zoals ik altijd kwijt ben. Kan ik het gewoon hierin doen. Dus hier ben ik echt... Oh, dit? Zo, dit is een aankoopie. Nou goed, dit was het. Dit heb ik gekocht bij de 3 kringlopen. Inmiddels ben ik weer lekker thuis. Het was echt zo gezellig met hem mee. Echt altijd zo gezellig. Echt, we zijn zo bizar goed geslaagd. Wat wel. Dit was een volle tweedehands gerelateerde video. En ja, ik wil je erg bedanken voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Ik zag dat er heel veel kijkers waren die nog niet geabonneerd waren op mijn kanaal. Maar die wel mijn video's kijken. Mocht je dus geen video van mij willen missen, abonneer dan eventjes hieronder. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.